Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het BNR Journaal. Mijn naam is Charlotte van Irino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over Dual Extreme. We beginnen onze uitzending met het openbaar lichaam, het introductieperiode, naar 2020 verschuift. We spreken met de heer Bote ter Stegen. Oei. Kijk, als het nou gaat om één boete, dan is het, als het gaat om één bekeuring, dan is het simpel. Maar als het gaat om 90 bekeuringen, ik geloof dat er 91 bekeuringen zijn uitgeschreven vorige keer, dan is het natuurlijk heel erg ingewikkeld. Ik weet het niet, ik ben daar zelf niet bij, ik kan het ook niet beoordelen. Wat ik wel weet, en ik heb het voor een deel wel kunnen volgen, dacht ik, als het anders is dan wilt u mij corrigeren, zou hebben. Wat uiteindelijk in de rechtbank aan de orde is, of er in gelijke gevallen op een gelijke manier wordt gehandeld en opgetreden. En dat is de beoordeling die er in de rechtbank plaatsvindt. En dat betekent dat als een politieman van mening is dat hij een bekeuring uit moet schrijven, en degene die het er niet mee eens is, om welke redenen dan ook, die moet zich vooral melden bij het gerecht. Want daar is dan de plaats om je argumenten naar voren te brengen, om het Openbaar Ministerie ervan te overtuigen, maar ook de rechter ervan te overtuigen, dat die geldboete onterecht is uitgeschreven. Als de rechter tot het oordeel komt, dan wordt u vrijgesproken en hoeft u de geldboete niet te betalen. Maar in zijn algemeenheid kan ik daar niet over zeggen dat het in dit geval zo zou gaan of in dat geval zo zou gaan. Er zitten mensen hier aan tafel die ervaring hebben als rechtbankverslaggever, die weten hoe het werkt in de rechtbank. Als je het er niet mee eens bent, moet je daar je verhaal naar voren brengen en dan zal de rechter uiteindelijk beoordelen of je een strafbaar feit hebt gepleegd. Mensen behoren de wetten te kennen, maar wetveranderingen na meer dan 60 jaar heeft wel een informatieperiode nodig. Bote ter Stegen aan het woord. Ja, dat is niet zo. En ik ga u iets vertellen wat misschien niet heel aardig overkomt, maar gaat u wel melden. Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Dat hebben we hier in het begin ook gezegd. Maar we hebben ook met elkaar gezegd, dat kunnen we niet zomaar in de praktijk brengen. Als we 62 jaar met deze regelgeving hebben gewoond, geleefd en gewerkt, moeten we iedereen die op Bonaire woonachtig is, de tijd geven om eraan te wennen. En ik had echt gedacht dat het ons zou lukken. Ik heb me daar ook helemaal op verkeken. Ik heb zo'n wetgevingstraject als officier van justitie ook nog nooit meegemaakt. Dat is het bijzondere van het hier mogen werken op Bonaire, dat je dit mag meemaken. Ik had echt gehoopt en verwacht dat het ons zou lukken. Dat is ons niet gelukt. Dan vind ik het belangrijker om met elkaar wat meer tijd te nemen om elkaar te helpen, om elkaar te informeren, om de politie ook meer op het spoor te zetten om de mensen op te voeden, te helpen, te instrueren, dan gelijk met veel bekeuringen te gaan werken, waardoor we ook voortdurend bij de rechtbank elkaar zullen tegenkomen, omdat mensen waarschijnlijk het argument die u ook nog voorbrengt zullen inbrengen bij de rechtbank door te zeggen, ja maar meneer de rechter, mevrouw de rechter, hallo, 62 jaar op deze manier, nou zo lang zullen ze het rijbewijs niet hebben gehad, maar goed, laten we het minder dramatisch maken. Ik rij al 15 jaar op deze manier en dan wordt het van de een op de andere dag wordt de wet aangepast. En ja, u heeft gelijk, ik moet weten wat er in de wet staat, maar ik wist het in dit geval niet. Wij moeten elkaar er ook gewoon even de tijd in gunnen en in nemen. Heel veel praten over boetes en zo, maar deze wet is er niet gekomen om geld naar binnen te harken, beste mensen. Deze wet is er gekomen omdat het de verkeersveiligheid van Bonaire betreft. En als mensen zich er uiteindelijk niet aan houden aan die regels en de politie beslist uiteindelijk om een bekeuring uit te schrijven, ja, dan moet het maar zo zijn. Maar het hoofddoel was Bonaire veiliger te maken. Helmpjes op je hoofd, babysitjes achterin in de auto, veiligheidsgordel om, niet bellen met een telefoon terwijl je aan het sturen bent en zo kan ik er nog wel een paar oproepen. En dat gaat echt meer tijd kosten dan die 2 maanden die ik bedacht had dat het voldoende zou zijn. Het jaarlijkse Wiggadireno sporttoernooi wordt deze keer op Bonaire georganiseerd. We
We spreken met gezaghebber Edison Reyna en Nimrod Pieters. Wij stellen bijvoorbeeld hier het team samen met de SGB. Het zijn tieners van leeftijd 12 tot en met 16, 17 jaar. En wij gaan met de SGB inderdaad kijken. En wij kijken natuurlijk, want de meeste jongeren komen gewoon al op jong benen. Ja. En wij gaan gewoon kijken van, we hebben een heel jaarprogramma waarmee ze trainingen kunnen doen op het voetbal, baseball en basketbal. En de jongeren geven zelf aan op een gegeven moment, nou, ik wil gaan voetballen tijdens het toernooi. Nou, dan gaan we selectierondes doen en daar selecteert dat zichzelf. Maar je wil wel je beste team samenstellen? Nee, nee? Dan ben je gek. Het is echt, ik heb hier mensen staan, jongeren staan in het veld, die echt niet mesjes zijn. Echt, en daar gaat het ons echt niet om. En daarom past het ook zo goed bij Jong Bonair. Het gaat niet om goed zijn, het gaat om meedoen. Het gaat om je talenten te gaan ontdekken. Want ik ga nou sporten in de gymzaal, maar eigenlijk ga ik morgen schilderen. Kunnen ze hier ook. Weet je wel? Ja. Als ik daarop mag inhaken. De eerste keer dat we participeren op Curaçao hadden we ook met honkbal meegedaan. We hebben echt het sterkste team van Bonaire gestuurd. En die heeft alle wedstrijden, echt in de derde inning al stonden ze 20 voor, bij wijze van spreken. Maar dat is niet de bedoeling, want toen hadden we niet begrepen wat de essentie is. Dus ja. Het is niet, net zoals Nimrod zei, vorig jaar was op Aruba ook een bijna professionele voetbalteam van jongeren. Die wonnen alles met de 6-0 en dan dat werkt juist averechts. Want dan gaan jongeren die misschien kwetsbaar zijn of die gaan helemaal niet meer durven gaan voetballen. Dus dat is juist de bedoeling om jongeren onder elkaar die niet echt professioneel of heel goed erin zijn hun talenten te laten ontdekken in het samensporten. Ik kan me voorstellen dat er zijn 150 deelnemers met de Wigger de Reino sporttoernooi van 2019 met jongeren vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Nederland en Bonaire en sportgericht op voetbal, basketbal en honkbal. Ruviano Josefa vertelt meer. Ja, goedemorgen, mijn naam is Ruviano Josefa en voor de eerste keer Jong Bonaire en In de Bon organiseren koningsrijkstoernooi op Bonaire. Komen Nederlandse, Sint Maarten, Curaçao, Aruba en ook Bonaire. Ja, we kunnen verwachten veel mensen komen op Bonaire. 150 jongeren en 50 leiders. Dan is 200 mensen op Bonaire nu komen sporten doen. Ja, we hebben basketbal, we hebben voetbal en we hebben honkbal. Voetbal is bij Rincon, het stadion van Rincon, Antonio Trinidad. En de basketbal is bij KAI Amsterdam, George Nicolas. En de honkbal is bij Jossie Ballpark bij Terracora. Ja, de voorbereidingen waren goed, want we hebben contacten met de SGB om de kinderen te krijgen. So dat was een goede voorbereiding. En met de coaching, we hebben twee coaching van JCN. In naam was Juan en Ayo. Dat was de twee coaching van basketbal. De coaching voor basketbal, voor honkbal is Calvin Ventura en Aris. En voor voetbal waren Obi en Björn Saragossa. Dat zijn de twee coaches. Okay. Hoe zijn de disciplines voor de kinderen? Ja, de disciplines zijn een beetje, nou, niet een beetje, maar ze zijn goed. Maar sommige keer krijg je de jongeren is een beetje onder de tafel. So, dat is geen probleem, je moet dealen met dat. En bij elke twee coaches zijn twee leiders meer met de twee coaches. So. Heb je het gevoel dat ze er klaar voor zijn voor deze wedstrijden? Ja, ze zijn klaar voor de wedstrijden. Voor mij, als ze winnen of lose, ik heb geen probleem met dat. Alleen de jongeren moeten voelen goed en plezier hebben voor de sporten dat ze gaan doen. Ja, ik denk wel is goed, is groot voor Bonaire, want die dag, de eerste dag, 7 oktober, die dag hebben we Prins Pieter Christian op Bonaire. So, ik denk Bonaire moeten komen en een applaus en happy zijn om te kijken. Ja, voor meer informatie je kan op de site van Jong Bonaire gaan, www.jongbonaire.com of op Facebook van Jong Bonaire. Of ook kan je op alleen jij bepalen wie je bent. Website, dat ook, op die website ook kan je informatie krijgen. Everybody van Bonaire op te komen op de eerste dag 7 oktober bij Stadion Vrienkong is de opening om de kinderen te voelen goed
zijn om veel mensen daar te zijn om te applausen te geven en alles doen. Op 2 oktober 2019, rond 9 uur 's avonds, is de brandweer met grote spoed uitgereden naar scholengemeenschap Bonaire op de Calle Frater Oldefines, waar een brand ontstond bij een deel achter de kantine. We spreken met Frans van Efferink. Ja, ik heb, het was natuurlijk ook, ik heb de beelden gezien en dan denk je zo, dat is een hele grote brand zeg. Dus ik werd ongeveer, ik dacht om 9 uur gebeld en er was volop brandweer hier al. En ik denk dat de brandweer het uitstekend gedaan heeft. Het zag er ernstiger uit dan dat het uiteindelijk natuurlijk geweest is, maar dat weet je van tevoren niet. En we weten dat de daken hier, die zijn allemaal van asbest. Dus we zijn natuurlijk bezig met grote plannen op nieuwbouw. Maar deze lokalen zullen er nog wel een jaar of twee, denk ik, staan. En misschien minder, misschien gaat het nog sneller. Maar het fijne is in ieder geval dat de kantine, en dat moet je je echt voorstellen, het is eigenlijk een kleine uitgifte locatie van, ik denk een 15 vierkante meter. Dat is afgebrand en de brandweer heeft ook aangegeven dat dat komt omdat er kortsluiting is geweest bij een van de apparaten die in dat kleine gebouwtje stonden. Wat het fijne is dat want daar was natuurlijk ook wel een beetje angst voor. Als die daken vlam zouden vatten, dan krijg je natuurlijk asbest in de lucht. Nou, we weten allemaal dus ook, kijk, asbest is niet gevaarlijk als je er maar niks mee doet, hè. Maar op het moment ook dat het gesloopt wordt, dan zien we altijd mensen in ruimte pakken en noem maar op. Je moet er niet in zagen, het moet niet branden, je moet er vanaf blijven. En uiteindelijk weten we dat in de hele wereld worden er geen daken meer gebouwd van asbest. Dat wordt straks in de nieuwbouw ook niet meer gedaan. Maar dit is het. Dus als de camera het even laat zien, dan hebben de kijkers ook een indruk van de omvang. En dan zie je, het ziet er altijd een beetje vervelend uit natuurlijk, zo'n afgebrand iets. Maar het heeft niet de lokale verder geraakt. Het was een uitbouwtje bij een middensegment van onze gebouwen. Dus ik was heel blij dat eigenlijk gisteravond al, dat ik wist dat de school gewoon door kon gaan. En er was vanochtend natuurlijk best nog eventjes van, gaat de school wel door? Dat is altijd zo, dat is altijd lastig om dat duidelijk te maken. Maar de brandweer heeft mij ook aangegeven, Frans, dat kan je kunt makkelijk open. Dat is geen probleem. En wat gaat er nu gebeuren eigenlijk met de kantine? Nou, we hebben een grote kantine verderop. En dat is, dat is zeg maar 7 gebouwen verderop. En dit was al maar heel af en toe nog in gebruik, omdat de leerlingen die kunnen natuurlijk ook gewoon naar de grote kantine toe. Dus er is verder niks aan de hand. We gaan dit ook niet vervangen. Ik neem aan dat de brandweer ons wel zal vertellen wanneer we het op mogen ruimen. Vaak analyseren die nog het een en ander. En dan, met dank aan de brandweer kunnen we weer verder. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Aanstaande vrijdag 4 oktober zal een interactieve foto-expositie plaatsvinden met het thema Nos Jovenanta Nos Futurum. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jong zijn op Bonaire 50, 100 jaar geleden. We spreken met Liliane de Geus. Ja, het is zo dat er een 4-jarig project bestaat van de NWO, het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek. En het 4-jarig project was aangevraagd door professor Gert van Oost-Indië en Alice van Stipriaan van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en van de KITLW. Dat project heet Traveling Caribbean Heritage. Het is een 4-jarig project en het is voor de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland. Dus gemeenschappen, de Antilliaanse gemeenschappen in deze 2 eilanden. En de onderzoeken worden gedaan op het gebied van cultureel erfgoed. In het geheel, in het algeheel, algemeen, ja. Het is een lange project, een 4-jaar lange project. Zijn er dingen naar voren gekomen die de professor zeggen, dit moet Bonaire hebben of zoiets?
Het is een 4-jaar project en het idee is dus dat het heeft verschillende componenten. Je hebt een component voor een productie. Er moet een product uitkomen. Het eerst was het project om een PhD-kandidaat de kans te geven om onderzoek te doen op dit terrein. En dat is een beetje schuin gelopen. Het is veranderd na 6 maanden. Het is nu geworden dat er een boek uitkomt met onderzoek op verschillende thema's die de eilanden aanraakt op het gebied van cultureel erfgoed. En dus dat is een product. En onderdeel daarvan ook van het project is een capaciteitsopbouw, informatieverschaffing en een netwerking met de gemeenschap en de organisaties die bezig zijn op het terrein van cultureel erfgoed, cultureel beleid, et cetera. Dus in die zin moet je zien dat in dit geval de universiteiten van Aruba en de universiteit van Curaçao en of voor Bonaire, Fuhikubo, die zijn dan de counterparts op de eilanden die samenwerken met de universiteiten van Nederland. Een van de professors die heeft een onderzoek geschreven op foto's. Wat kunt u hiervan vertellen? Ja, Alex van Stipriaan is bezig met een onderzoek over de beelden van de... ik moet even spieken. De beelden van... wat is Alex? Oh ja, ABC. Het ABC van beelden. Beelden van het ABC. Dus Aruba, Bonaire en Curaçao. En hij laat dan zien foto's van vroeger. En daar heeft hij een heel verhaal rond gemaakt. Maar hij is nu bezig met de eerste... kapitel? Kapitel, ook in de kapitel. Chapter. Hij is bezig met het eerste hoofdstuk dus van dat onderzoek. En die worden dan, we hebben 3 dagen werksessies om al die hoofdstukken door te nemen en kijken wat we van, dat we allemaal commentaar op kunnen leveren. En dan is het idee dus dat die bundel wordt uitgegeven in het Nederlands en in het Engels. En de publieksavond dat we hebben op donderdagavond zal gegeven worden in het Nederlands, want onderzoek wordt gedaan in het Nederlands. En het is het idee, volgende week zitten we op Curaçao. En daar worden dan ook bij de Universiteit van Curaçao worden deze hetzelfde gedaan, maar een beetje meer uitgebreid met de andere professoren die daar ook zijn. Er is ook een foto-expositie van deze professor. Ja, in de zin, Alex en ik hebben samengewerkt om een foto-expositie op te zetten van beelden van collecties van Frates van Tilburg, de Oude Tropenmuseum, familie Heidkunning en de Archivo Bonaire van Boy en Twang. En we hebben ongeveer zo'n 40 foto's uitgekozen. En het idee is dat het een interactieve foto-expositie wordt. De scholieren zullen komen vrijdagochtend en vrijdagmiddag is het open voor algemeen publiek. En de interactiviteit ervan is dat je dan je mening kan geven over als je de foto ziet van Bonaire van vroeger. Dat je je mening daarover geeft. Wat roept het op in je? En de titel van die expositie is Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nos jóvenes tenemos futuro. De 10e editie van Duo Extreme was een groot succes. Dit jaar met 102 deelnemers. Nos TV heeft het volgende reportage. De start was precies op tijd, dus dat was wel goed gedaan. Langs de airport was ook allemaal goed en er was weinig verkeer op het weg. Dus dat een goede begeleiding van de politie. Ja, en daarna gaan we de knoek in en dan verspreidt alles zich. Ja, en dan is het altijd maar afwachten wie wat doet. Hè. Dus ze zijn nog steeds onderweg. De eerste die hebben een snelle tijd gehad op de korte afstand, de 50 kilometer. En achter je zie je dat de verzellers nog binnenkomen, dus het gaat goed. Ja. We hebben 102 deelnemers gehad, dus ja, dat is, we zaten tussen de 80 en de 100 vonden we leuk.
Maar we zijn toch aan 102 gekomen. Dus ja, prima. Echt prima. En ook van Bonaire zijn er toch wel behoorlijk wat teams. Dus ja, dat gaat alleen maar goed dan natuurlijk. Kijk, we komen er veel van Curaçao. Dat is altijd zo. En die maken er ook een heel feestje van, een heel uitje van. Maar er komen ook steeds meer mensen van Bonaire. En die zoeken allemaal een maatje. En ja, dat gaat gewoon fantastisch doen. De route zelf, hoe vonden de mensen de route? Ja, dat was nog even spannend, want regen, dat maakt de route altijd weer heel anders. En als je dan grote modderplaatsen hebt, ja, dan wordt die een stuk zwaarder, echt veel zwaarder. Vannacht ging het even regenen, dus we dachten, oeh, dat gaat mis. Maar uiteindelijk was toch alles droog gebleven, dus we konden daar goed rijden. En dan is ook de snelheid meteen veel hoger. Dus, en dan, ja, dan heeft iedereen plezier en dan hoef je ook niet te stoppen om je fiets schoon te maken. Want er kunnen dingen kapot gaan aan je fiets als het alleen maar onder de modder zit natuurlijk. Dus. Dat het kabinet gevallen is op Sint Maarten gaat aan de gemiddelde toerist voorbij. De bewoners hebben echter een uitgesproken mening over de huidige situatie. De regering van Sint Maarten is voor de 9e keer in 10 jaar gevallen. Wat vindt u daarvan? I think it's ignorant. I think it's vicious. I think it's bad movement. Envious people. Dat betekent dat het echt, niet iets goed gaat. I'm tired of it. I wish they would organize a strike. Sometimes government fall, people say, no. Those people to work like that, but it's part of democracy. Het zijn dezelfde mensen die keer op keer alles omgooien. Dan kan je niet meer werken. It's very bad for Sint Maarten. Very disappointing situation that seems to happen again to the island. I'm not sure if to even be surprised, because usually it's expected, you know, and it's quite embarrassing, I would have to say. It's an embarrassment. And you know, for any country that falls 9 years in a row since independence. It's sad because it's like, you know, you love your island, you love your country, you want to see progress, but it's like, you just want it to be in capable hands, and it's sad. Heeft u nog vertrouwen in een toekomstige regering? We will see, but right now the politician, we have no face on the politician. None of them is good. They don't know what is integrity, they're not fair, they're nothing. Misschien als ik zie dat er mensen zijn die wat willen voor Sint Maarten in plaats van hun eigen zakken, ja, dan misschien wel. Maar zo, als er geen verandering komt, absoluut niet. Nee, als ik gewoon maar moet antwoorden, ja, heb ik geen vertrouwen in, niet meer, nee, echt niet. I think right now a lot of people is very upset and they will not vote. If we do have an opportunity to get some newer candidates, some younger candidates, those that really have, you know, Sint Maarten at heart, I would have to say yes. Not after watching 9 of them fail. I think it's kind of tough to have faith in something like that. If we keep using the same players, no, because unfortunately from the time I was a child, I've seen the same faces in the government since I've been a child. Onder deze omstandigheden kan je niks doen. Het moet opgeschoond worden. Het is één bende corruptie natuurlijk. Dus Nederland moet wat hieraan gaan doen. Ze moeten een beetje opschieten met het afmaken van hun onderzoek. I will vote. Who am I going to vote for? I mean, we still have to see who the candidates are, but I will definitely exercise my right to vote. I wish Holland could come and take back her island. That's what I always wish. De Indiaanse premier Narendra Modi heeft mensen aangespoord om te stoppen met het gebruiken van plastic voor eenmalig gebruik in het hele land. BBC News. Sir, thoda sa hum log ye plastic bottle ke liye checking tha. Aap logo ke paas koi plastic bottles nahi honge? Nahi liya aap logo ne? Thanks for your cooperation. Hum log single plastic bottle use ke liye banned hai, to isliye aap log. Thank you so much for cooperation. Thank you. Enjoy your trip. I'm Thubden Lachungpa. I come from Sikkim. Sikkim is a small state in northeastern part of India.
and particularly from a teeny village called Lachung. And we have waged a war against single-use plastic. So we, the people of Lachung, we worship our Mother Nature. And we believe that mountain is our garden deity. We worship our rivers, we worship our lakes, we worship our waterfalls, we worship our forests. So it's like Lachung is very up close with the nature. Lachung has many names. Some call it a valley of flower. Lachung is so beautiful that it attracts a huge number of tourists. So when we talk about huge number of tourists, we are also talking about a huge number of plastics, single-use plastics. So it's been around 3 years since we noticed that something has to be done about it. So we decided, we had a vote with our village elders, and we framed a law wherein we have banned use of single-use plastics. Banning single-use plastic bottles or plastic material was not just an option. If you want to change, we had to change right from our household. Instead of plastic bottle, we are using this kind of bottle. It's a bamboo bottle. You can see it, you can drink water, you can carry water in this bottle. As we have guests, we offer them sweets, toffees from this container. And when we go for shopping, we rather prefer taking those kind of baskets. It's made out of bamboo. Instead of plastic things, we go back to the Stone Age, so we use those kind of grinders instead of those plastic wallas. The plastic bottles which we confiscate, we just don't throw it, we try to reuse it in a way of like some use it as a flower pot. So those are small few little steps which we are taking. And despite all this, if one insists that they still want to use the single-use plastic bottle, then we are left with no other option other than implementing or imposing fine on the user. We have achieved an accomplishment in banning single-use plastic, but we wanted to go in a holistic manner. We wanted to ban all types of plastic, and to do so, we need help from all around the world. Everyone should come together. Everyone should join their hand together to fight with this plastic. I think our coming generation also deserves a clean environment, and we only have one planet to live on. Let's protect it. And I strongly believe that Lachung will serve as an example to other places, other people, and motivate them to do without the plastic. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Irino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.